Ik vind dat degene die deze teksten letterlijk wil opvatten, daartoe het volste recht heeft. Maar dat zijn oordeel geen grotere geldigheid heeft dan dat van mensen die buiten de Schouwburg de boef uit het stuk stonden op te wachten om hem een pak slaag te geven. Ik vat mijn teksten ernstig op als een intense, hartstochtelijke uiting van mijn godsverlangen, maar geenszins letterlijk. In 1966 schreef Gerard Reve in zijn roman Nader tot U het volgende. En God zelf zou bij mij langskomen in de gedaante van een eenjarige muisgrijze ezel. En voor de deur staan en aanbellen en zeggen, Gerard, dat boek van je, weet je dat ik bij sommige stukken gehuild heb? Mijn Heer en mijn God, geloofd wezen uw naam tot in alle eeuwigheid. Ik houd zo verschrikkelijk veel van u, zou ik proberen te zeggen. Maar halverwege zou ik al in janken uitbarsten en hem beginnen te kussen. En naar binnen trekken. En na een geweldige klauterpartij om de trap naar het slaapkamertje op te komen, zou ik hem 3 keer achter elkaar langdurig in zijn geheime opening bezitten.